Hey, en bedankt voor het kijken. Mijn naam is Jesse van der Velde en ik wil je graag een korte, maar zeer belangrijke tip geven die heel erg belangrijk is, waar je je op focust als je graag gewicht wilt gaan verliezen. Want wat de fout is die de meeste mensen maken, is als ze graag gewicht kwijt willen, dan gaan ze logischerwijs op de weegschaal staan. En ze gaan op de weegschaal staan als maatstaf van hun resultaten. Dus kijk, ik ben zoveel kilo, ik wil graag 15 kilo eraf. Dat is hetgeen dat ik het meest hoor. Zoveel kilo wil ik graag verliezen of dit is mijn ideale gewicht. En vervolgens gaan ze een aantal veranderingen maken in hun voeding, ze gaan meer sporten en ze verliezen wel of geen gewicht. En het gevolg daarvan is als ze eventjes gewicht verliezen, zijn ze gemotiveerd, daarna blijft het stilstaan of komen ze kilo bij, raken ze bijna depressief of in ieder geval gedemotiveerd en denken ze, ja, dit programma werkt niet en stoppen ze er maar weer mee. Terwijl gewicht het minst belangrijke maatstaf is om te bepalen of je daadwerkelijk op de goede weg bent. En om te bepalen of je resultaat hebt. Want je moet goed begrijpen dat je gewicht zegt niks over je gezondheid. Het zegt niks over de sterkte van je immuunsysteem. Het zegt niks over het balans of het disbalans in je hormoonhuishouding. Terwijl je hormonen bepalen of je op de goede weg bent of op de slechte weg bent. Als je verkeerd eet, als je heel veel stress hebt, nooit een sport doet, ga je hormonaal uitbalans raken, ga je de verkeerde kant op. Als je het juist op de goede manier doet, als je op de goede manier aan het eten bent, als je gaat sporten, beter met stress omgaat, dan raakt je hormoonhuishouding stap voor stap in balans. Maar het zou kunnen zijn dat je van op de een op de andere dag of de een op de andere week nog geen kilo bent verloren, terwijl je de goede kant op aan het gaan bent. Je hormoonhuishouding raakt in balans en je zult vet gaan verliezen. Die weegschaal vertelt jou niet of je de juiste richting op aan het gaan bent. En het zou maar zo kunnen zijn dat je gedemotiveerd raakt door wat die weegschaal je vertelt. Dus gooi je weegschaal absoluut de deur uit en neem bijvoorbeeld je buikomtrek. Meet met een centimeter je buikomtrek. Neem dat als uitgangspunt, omdat je dan meet hoeveel vet hier daadwerkelijk zit. En dat is veel belangrijker. Het vetpercentage is hetgeen wat telt. En wat je ook zou kunnen doen is, je zou een bepaald kledingstuk, bijvoorbeeld een bepaalde broek die al een tijdje niet meer past, die zou je kunnen nemen als uitgangspunt om te kijken, hè, verlies ik gewicht of kom ik bij? En natuurlijk als je bijkomt ga je de verkeerde kant op, maar onthoud dat ook al ben je eventjes een kilo bijgekomen, het zegt niet per se dat je het nu verkeerd doet, want afvallen gaat altijd zo, je gaat altijd eventjes naar beneden, dan ga je weer omhoog. Dan ga je weer naar beneden, dan blijf je even gelijk, dan ga je weer naar beneden, dan ga je weer omhoog. Dat is wat er met je gewicht gebeurt. Maar in de tussentijd, als je het netto resultaat bekijkt, ga je wel uiteindelijk van hier naar hier, ook in je gewicht. Maar in de tussentijd ga je af en toe zo. En die kleine pieken laten ons demotiveren. En je moet goed inzien dat de weegschaal niks vertelt of je over de goede richting op aan het gaan bent. Dus gooi de weegschaal de deur uit, vergeet het. Laat het je vooral niet demotiveren. Neem niet alleen je gewicht als uitgangspunt. Meet je vetpercentage, meet je buikomtrek of neem een kledingstuk als uitgangspunt. En dat is vele malen belangrijker dan hoeveel kilo je op de weegschaal weegt. Bedankt voor het kijken. Veel succes. Ga ervoor. En ik hoop je terug te zien bij een volgende video. Tot dan.